Ze zeggen ook wel eens, kinderen voelen dat gewoon aan. Ja. Is dat zo? Ja, ik pak hem weer breder, hè. Dat merk ik wel een beetje. Eén, ik denk dat wij als mens heel veel aanvoelen en kunnen aanvoelen. Ik weet wel door mijn ervaring dat we als kinderen opgroeien, dat we heel veel afleren, vaak misschien wel meer afleren. En het mogen voelen, aanvoelen ook steeds meer wel afleren. Want als we geen feiten hebben of geen wetenschappelijk bewijs, dan is het er misschien niet. Er is wel een nieuwe stroming nou dat het wel wat meer kan. Het gevaar is alleen dat we dan weer heel snel gaan naar hooggevoeligheid en dat dan de persoon later, als die ouder is, zegt: ja, ik ben een gevoelig mens en ik ben een gevoelsmens. Ja, en dan wordt het identiteit en dan wordt het weer een heel ander verhaal en veel gevaarlijker, want ik denk dat iedereen gevoel heeft. De vraag is: hoeveel heb jij geoefend om je gevoel op een bepaalde manier te vertrouwen, of hoeveel laat jij je leiden door je gevoel? En praten we over gevoel in de zin van: ik voel me verdrietig of boos? Of praten we over een stuk intuïtie, dat je zegt: ik zit nou, het voelt niet helemaal goed. Of ik heb het idee dat ik nou iets moet zeggen. Het gevoel is ook een grote, zoals communicatie, een grote label voor heel veel verschillende dingen. En ik weet wel, als kinderen gewoon opgroeien, zoals ik wel een voorstander ben van veel zelf leren en doen. Ook de dingen die ze moeten leren, dat die nog wel wat makkelijker dingen aanvoelen of eerder doorhebben dan wij als volwassenen. Wij zitten dan veel sneller in het cognitieve brein wat geprogrammeerd is van hoe je je moet gedragen in bepaalde situaties of juist niet. Of... Was dat een beetje de vraag die je bedoelde met het gevoel? Ja, ik denk wel dat ouders het soms ook misschien gebruiken als excuus van oma, ze voelen toch wel of ze begrijpen toch wel wat ik bedoel. Ja, dat zou ook kunnen. Dat is misschien een hele mooie om die meteen te pakken. Als je dingen gebruikt als zijnde excuus dat een kind niet hoeft te luisteren of dat iets niet hoeft te doen, dan denk ik dat dat niet het juiste middel is. Wat ik heel vaak hoor is dat kinderen hebben ongewenst gedrag, die jengelen, die doen, slaan, wij spreken mama gewoon nog in het gezicht of die duwen of die knijpen. Bij ouders, vaak ouders zelf op het terrasje, maakt niet uit waar het is. Of komen inderdaad niet, of luisteren niet dat wat ze moeten doen op dat moment. En als ze niet luisteren, dan zegt papa of mama: ja, hij is een beetje moe nou. En ik heb al heel lang geleden, moe zijn is geen, zeg je dat, substituut, of is geen reden om niet te hoeven luisteren. Want als je moe bent, kun je nog steeds luisteren. En vaak wordt daar wel als reden naar de rest gebruikt. Als een kind dan in het openbaar niet goed luistert of niet naar de kassa komt of iets anders en een vervelend gedrag vertoont op dat moment, dat een ouder zegt van: ja, hij is ook een beetje moe. Als excuus van: ja, weet je, ligt het niet aan mij en ook niet aan hem, maar een beetje moe. En als je moe bent, dan mag je niet luisteren naar je ouders. En ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat dat heel slecht is. Ik denk juist, je kunt nog zo moe zijn. Moe is ook geen reden om chagrijnig te zijn 's ochtends aan tafel. Is ook geen reden om mij respectloos te behandelen. Als je moe bent, dan zorg dat je minder moe bent. Maar dat is geen, ik kan niet het goede woord vinden, maar rechtvaardig niet om het gedrag wat je nou hebt te doen.